Er kan weer geschaatst worden. Duizenden bezoekers op Motorbeurs Assen. En uitzonderlijk veel schenkingen voor Museum Goedewagen. Goed nieuws voor schaatsliefhebbers. Dankzij de vorst van afgelopen nacht zijn de eerste schaatsbanen weer open. Onder andere in Noord-Laren en Nieuwbuinen kun je het ijs al op. Maar een marathon op natuurijs zit er nog niet in. We hadden een helft was 3 centimeter en de andere helft was 2,5 centimeter. Dus ja, bij 3 centimeter mag je hem aanmelden. Dus vannacht gaan wij gewoon weer aan de gang. En we hebben gewoon gezegd, we doen de baan lekker los, dat iedereen kan schaatsen vandaag. Het bestuur van de ijsbaan hoopt dat de eerste marathon alsnog dinsdag gehouden kan worden. Maar het is maar de vraag of het daarvoor hard genoeg gaat vriezen. De strijd om de eerste marathon op natuurijs lijkt momenteel te gaan tussen Noord-Laren en Haaksbergen. Midden in de winter is de Noordelijke Motorbeurs in Expo Assen. Het vriest, dus voor motoren hoef je niet buiten te zijn. Dit is echt te koud voor. Je staat in de schuur, je staat helemaal weer opgepoetst en klaar voor het nieuwe seizoen. En het zal hopelijk niet zo lang meer duren. Binnen in de warme hal probeert de organisatie de bezoekers al lekker te maken voor dat nieuwe seizoen. Het is ieder wat ieder maar mooi vindt. En de een die vindt oude motorfietsen mooi, de ander die vindt de nieuwe modellen mooi. Ja, het maakt mij niet zoveel uit. Het gaat mij om dat de bezoekers het mooi vinden. De organisatie haalt alles uit de kast en dat moet ook wel om de aandacht van de motorliefhebber te trekken. De beurs heeft daarbij steeds meer concurrentie van het internet. Dat mensen zeggen van ja, zou ik nog wel een beurs gaan staan of zou ik nog wel naar een beurs toe gaan als bezoeker? Want ja, we kunnen al heel veel op het internet vinden. Maar sommige motoren kun je niet op waarde schatten van achter een computerscherm. Bij de Veteraan Motorenclub loopt het publiek de hele dag aan om elk detail van dichtbij te zien. Ja, als ze deze Indiën zien in originele lak en het is eigenlijk roest, dan die reageren eigenlijk heel enthousiast. Ze zeggen van die vinden we eigenlijk het mooiste ding wat hier staat. Is het voor jullie echt een toegevoegde waarde, deze beurs? Ik hoop het. Het zal achteraf blijken, maar we hebben toch diverse folders weer uitgedeeld en we hopen toch op een paar nieuwe leden. Duizenden liefhebbers komen naar Assen, omdat je nu eenmaal niet alles op internet kan vinden. Voor mij geldt van ik wil het ook echt zien. En vooral als je nog spullen nodig hebt of dus gereedschap of en nieuwe motorfietsen wil je ook graag zien hoe ze er echt uitzien. Het afgelopen 2-3 maanden wist ik niet wat me overkwam. We hebben dus echt voor een, naar mijn gevoel, vermogen gekregen. Keramisch Museum Goedewagen in Nieuwbuinen heeft eind 2018 geld en 5 grote belangrijke collecties geschonken gekregen. Met een waarde van ruim 1,5 ton. Het betreft de fabriek, de faïence fabriek, deftig woord, Holland Utrecht. En die faïence fabriek Holland Utrecht die startte in 1896 en in feite was wat we hier presenteren in 1902 al voorbij. Alles Art Nouveau. Alles Art Nouveau, ja. De betrokken verzamelaar Giel Schoonbrood uit Zuid-Limburg. Voor hem was het, ik wil een goede plek hebben om... dat mensen het kunnen zien. Je wordt 75 jaar en dan ga je toch afvragen, wat gebeurt er met die verzameling? En zo gaat het ook met de kunstvoorwerpen van andere gullegevers die op leeftijd zijn. Als ze hun waardevolle collectie afstaan, krijgen ze een belastingvoordeel, omdat het museum een goed doel is. Nog een van de belangrijke aanwinsten. Wat ik hier in mijn handen heb, dat zijn wandschotels, dik 30 centimeter diameter. En deze wandschotels die zijn in de stijl van de Italiaanse renaissance. Via Vlaanderen in Nederland is de techniek bekend geworden tussen 1550 en 1650. Het is eigenlijk de eerste echt gedecoreerde Nederlandse keramiek. Curator Visser weet wel waarom de verzamelaars hun kunst juist aan Museum Goedewagen schenken. Het is een kwaliteitsverbetering van de museale collectie. Dus wat doen we? We maken er plaats voor. En wij garanderen dus aan schenkers, ook aan bruikleengevers van dure stukken, dat ze een presentatie krijgen. Het gaat niet het depot in. Een deel van de aanwinst is nu al te zien in Keramisch Museum Goedewagen in Nieuwbuinen. De grote prijs van Indoor Hartje Drenthe is gisteravond gewonnen door Chantal Rechter. De Amazone uit Assen plaatste zich met 2 paarden voor de barrage en ze reed als eerste met dit paard, dat is Haskal. In totaal 15 deelnemers in de barrage. En Rechter moet opboksen tegen de tot nu toe snelste tijd van Maureen Bonder uit Schoonoord. In 2014 was ze nog winnaar met de schimmel Ukkie.
Een rechter die rijdt heel gedurfd en doet iets nu wat anderen voor haar nog niet konden. Namelijk rechtsom wenden naar de laatste okser. En daarmee pakt ze beslissende tijdswinst en schrijft zij de grote prijs van Indoor Hartje Drenthe op haar naam. En bovendien wordt ze ook nog vierde met haar andere paard Kilando. Kortom, het was de avond van Chantal Rechter. FC Emmen heeft in de eerste wedstrijd na de winterstop gezorgd voor een daverende stunt door landskampioen PSV een punt af te snoepen. Lange tijd leek de Drentse club kansloos. Maar invaller Niklas Pedersen zorgde met twee treffers voor feest op de tribune. Yeah, if I can score two times every time I'm on the bench, then I stay on the bench. But it's a nice feeling to come in and help and to make a big result for the club. Just a great feeling. Ja, zeker. Nee, mooi. Mooi als je zo in de laatste fase van de wedstrijd toch nog een punt kan pakken tegen PSV. Dat is een heerlijk gevoel. Maar ook gewoon het gevoel dat we het ook gewoon met fases gewoon goed gespeeld hebben. We hebben natuurlijk een punt gepakt. Maar met fases hebben we ook wel leuk gevoetbald, kansen gecreëerd. En dat is toch het lekkerste wat we ook mee zullen nemen naar volgende week. Wat dacht jij toen jij die twee spelers inbracht? Zo'n 12 minuten voor tijd. Ja, weet je, we hadden een moment van goud nodig. En Michael de Leeuw daar was het beste wel vanaf. Die overigens wel heel belangrijk is geweest voor de ploeg vandaag. En ook Banning was het beste wel vanaf. Dus dan hoop je met het inbrengen van nieuwe frisse krachten. Ga je op zoek naar dat moment van goud. En dat kwam er. Met een geweldige steekbal van Michael Chacon. En het afronden van Pedersen was ook top. En mooi was dat die steekbal, die kwam natuurlijk uit het niets. Want daarvoor had Chacon nog niet heel veel ballen heel goed geraakt. Maar ja, dan weet je ook dat je volledig terug bent in de wedstrijd. En tot ieders verbazing eigenlijk wel, en ook tot die van mij. Ja, dan gaat PSV toch achteruit lopen. En dan kan er nog een late voorzet komen. Lange bal. En dan staat Pedersen wederom op de goede plek en is het 2-2. Ja, dat geeft natuurlijk een euforisch gevoel. Ja, yeah, great feeling. All the guys in the box and it falls on my head. And top feeling. Really nice. Yeah, it's a fantastic feeling, I think. But was not only for me, I think. For the whole club and for the fans. For the whole stadium, I felt it's just a good feeling to give to the people. And I think the team deserves a big applause because they kept being in the game during the whole game. When you're down 1-0, then everything is possible. And I think we played quite okay today. Gouden wissel, echt fantastisch. Die eerste goal was ook mooi. Mooie steekbaas van Chacon door de verdediging. En Niklas blijft cool. En die tweede is gewoon echt een spitse goal. Het lijkt allemaal heel makkelijk, maar dat is het niet. Die tweede ook, die kopt hij zo goed in de hoek. En dat is lekker. Dat is voor ons heerlijk dat we gewoon een bonuspunt pakken vandaag tegen PSV. FC Emmen heeft nu 18 punten uit 18 wedstrijden en staat daarmee 15e in de Eredivisie. Volgende week wacht de uitwedstrijd tegen VVV. Komende nacht is het helder, de temperatuur daalt tot maximaal -6. Morgen begint de dag met zon, in de loop van de dag ontstaat er meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 3. En ook dinsdag begint zonnig, maar ook dan later op de dag bewolking. In de middag valt er wat sneeuw. Het wordt dan een graad of 1. Dit was Drenthe Nu. Kijk voor meer informatie op onze app of op de site. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.